Het is vrijdag 13 februari. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Vermiste Jasmin uit Rotterdam, dood teruggevonden in Drenthe. Barendrecht wil geen windmolens aan de overkant. En koningin Maxima op bezoek bij jongeren in Rotterdam. Dan alvast kort het weer van Ed Aldus. Na een zalige dag hebben we zaterdag helaas te maken met veel bewolking. Soms kan de zon even tevoorschijn komen, maar de bewolking heeft duidelijk de overhand. Nou, plaatselijk kan er wat lichte regen of een buitje vallen. En het is ook minder zacht met een temperatuur van zo'n 8 à 9 graden. En dat bij een matige zuidoostenwind. Jasmin uit Rotterdam, die sinds eind januari vermist was, is dood teruggevonden in de bossen in Drenthe. De 25-jarige vrouw was voor het laatst gezien in de Kwakstraat in Rotterdam-Charloos. In die straat werd vorige week nog door de politie geflyerd in verband met de vermissing van Jasmin. Haar lichaam is gisteravond gevonden in een bos tussen Pessen en Ruinen. Haar echtgenoot is aangehouden als verdachte en het is nog niet bekend hoe ze om het leven is gekomen. En in de Kwakstraat is verslaggever Mirjam de Winter. Mirjam, is er al bekend wat er nou gebeurd is? Nou, de politie wil er nog niet echt heel veel loslaten over hoe ze haar lichaam nou precies op het spoor zijn gekomen. Wel was van het begin af aan duidelijk dat de politie rekening hield met een misdrijf. Eigenlijk omdat het heel onwaarschijnlijk werd geacht dat ze zomaar was weggelopen, omdat Jasmin twee hele kleine kinderen had. En dus gisteravond is ze uiteindelijk gevonden in dat bos in Drenthe. Ik sprak de politie net en die zeggen er het volgende over. Er zijn veel sporen uitgelopen, er is geflyerd, de hulp van het publiek is ingeroepen. We zijn bij u in de uitzending geweest. En dat onderzoek dat heeft ons gisteren geleid naar Ruinen in Drenthe. En daar is gisteravond ook een stoffelijk overschot aangetroffen waarvan wij op dit moment vermoeden dat dat Jasmin moet zijn. Hoe bent u haar daar op het spoor gekomen dan? Ja, dat is dat lopende onderzoek geweest waar een heleboel dingen samen zijn gekomen. Een heleboel informatie bij elkaar is geknoopt. Waarom we precies daar zijn uitgekomen, dat kan ik u niet melden. Maar we hebben daar in ieder geval een stoffelijk overschot aangetroffen. Vervolgens heeft u een man gearresteerd. Waar wordt hij van verdacht? Ja, dat klopt. Hij is daarna, na het aantreffen van het stoffelijk overschot in Rotterdam, aangehouden. En hij wordt op dit moment door ons verdacht van betrokkenheid bij haar dood. Ja, Mirjam, het is uiteindelijk een trieste afloop van een triest verhaal. Ja, dat kun je wel zeggen. De afgelopen weken kwamen ook allerlei verhalen naar buiten in de media dat Jasmin echt een vreselijk bestaan zou hebben geleid met haar echtgenoot hier in deze straat hier achter ons. Dat ze opgesloten zou zijn geweest, slechts af en toe naar buiten zou hebben gemogen om wat boodschappen te doen, om eens de vuilnis buiten te zetten. En ook allerlei politieke organisaties gingen zich er zorgen over maken en druk over maken. In Rotterdam, maar ook landelijk. En zo waren er ook allerlei Pakistaanse vrouwengroeperingen die zich zorgen maakten en bijvoorbeeld gingen flyeren langs allerlei Rotterdamse moskeeën. Om te hopen dat daar iets loskwam over die vermissing van Jasmin. Want zeggen ze, er heerst hier een enorme doofpotcultuur binnen die Pakistaanse gemeenschap. Maar inderdaad een heel trieste afloop van deze vermissing. Dankjewel, Mirjam de Winter. Heibel tussen Barendrecht en Binnenmaas. In Barendrecht zijn ze niet blij met de komst van een windmolenpark in buurgemeente Binnenmaas. En uit onvrede overhandigde de groep Wind van Voren vandaag ruim 400 bezwaarschriften aan de plaatselijke wethouder. In aanloop naar het aanbieden van de bezwaarschriften werd vandaag nog druk geflyerd. Het gaat allemaal om deze plek langs de Oude Maas bij Heinenoord. De provincie Zuid-Holland wil daar een windmolenpark aanleggen met molens van wel 180 meter hoog. Aan de overkant van de Oude Maas, in Barendrecht dus, zijn ze het daar niet mee eens. De belangrijkste argumenten tegen het plaatsen van de windmolens, dat is dat wij in Barendrecht heel veel overlast krijgen. Door slagschaduw, geluid en het uitzicht wat weggenomen wordt. Heel veel mensen uit Barendrecht, maar ook uit Rotterdam, recreëren hier. En die zullen dus daar totaal geen plezier meer aan beleven. Wind van Voren heeft ruim 400 bezwaarschriften verzameld tegen de komst van de molens. Die werden vandaag overhandigd aan de gemeente Binnenmaas, want die gemeente ging akkoord met het verzoek van de provincie. We hopen van ganse harte dat ook u na gaat denken over de locatie van de windmolens. En dat u ook na wilt denken over het belang van de bewoners van de gemeente Barendrecht. Dit is dus alvast 400 keer nee. De eerste voorproef. Hoe groot acht u de kans dat die windmolens daadwerkelijk daar geplaatst gaan worden? Zoals ik dit provinciebestuur herken, en dat zeg ik even met een nadruk op dit provinciebestuur, omdat er in maart verkiezingen zijn, is die kans 100%. Zij zetten gewoon door, dat zien we ook bij andere gemeenten. Niet meewerken betekent gewoon gedwongen de windmolens op je grond krijgen, zonder dat je ook nog maar enige invloed kunt uitoefenen. Wij wachten even af hoe de ontwikkelingen zullen zijn naar aanleiding hiervan van de bezwaarschriften. En daarop zullen we kijken wat we verder gaan doen. Als de protesten van de actiegroep geen effect hebben, zal het windmolenpark naar verluidt na 2016 verrijzen.
Voor een bezoek van koningin Maxima zet je natuurlijk je beste beentje voor. Leuke schoenen hebt u. Ja. Van de markt. Goedemorgen, majesteit. Welkom in Rotterdam. Ja, van de markthal, inderdaad. Ja, absoluut. Ja, met zijn schoenen maakte wethouder De Jonge een onvergetelijke indruk. Maxima was hier voor het project Rotterdam's Got Talent. Straks meer daarover. De oplossing voor scholieren in arme landen, maar ook een stap in de goede richting in de strijd tegen de bergen papier die wij hier gebruiken. Correctbook, ontwikkeld door een student aan de Erasmus Universiteit. Het is een schrift dat na het schrijven weer schoongemaakt kan worden en dus eindeloos hergebruikt kan worden. Sam van Tol is derdejaarsstudent bedrijfskunde aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit en is gelijk het bedrijf Correctbook gestart. Er worden schriften gemaakt die te vergelijken zijn met een whiteboard. De penstrepen die drogen op het oppervlak binnen 5 seconden. Dan is het niet meer weg te halen met je hand, omdat het echt op het oppervlak blijft zitten. Als je het boek dicht slaat, gaat het ook niet weg. En als je met iets ruws eroverheen gaat, dan schraap je het er als het ware af. Dus er zit een gummetje erop, zodat je het in één keer eraf kan halen. Maar ook bijvoorbeeld met een tissue kan je een hele bladzijde in enkele seconden eraf halen. Volgens Van Tol een uitkomst dus voor onderwijs in arme landen. Het eerste project dat hij steunt met het schrift ligt in Nicaragua. Dit is Christel, die zet zich in voor Stichting Samenscholen. Ze heeft tot nu toe al 5 scholen gebouwd in Nicaragua. En nu zijn ze dan bezig met de school in het plaatsje Bum. En in mei gaat het open en dan geven ze elk kind een rugzakje. En daar willen ze graag een correctboek in doen. Voor het produceren van de eerste 1000 schriften is €7700 nodig. En dat moet door crowdfunding bij elkaar gebracht worden. Ik zit nu op 45%. Ik heb €7700 nodig. Dus het gaat heel goed. Eigenlijk dat moet toch zo bij elkaar zijn voor zo'n idee? Ja, ik hoop het. Ja. En de belangstelling voor het duurzame product neemt toe. Inmiddels heeft ook Duitsland zich gemeld. De Dordtse bezwaarbrievenschrijver Mustafa Karasain is weer vrij. De huisjesmelker heeft ruim 2 weken in de cel gezeten omdat hij te veel brieven heeft geschreven aan de gemeente. Na 1000 brieven had de rechter de man verboden meer dan 2 brieven per maand te schrijven. Maar daar liet hij zich dus niet door tegenhouden. Goedemorgen, Sanne. Ja, goedemorgen, meneer Karasain. Een brede glimlach zie je. Ja, zeker, zeker. We hebben niet te klagen. We hebben ook niks te lijden gehad hier, dus wat dat betreft is het ideaal. Weer een vrij man. Ja, we leven gelukkig wat dat betreft niet in Afghanistan. De gevangenissen zijn hier niet zo slecht. Ja, hoe was het daar binnen tussen al die zware criminelen? Nou ja, een beetje uitwissing, hè? Letterlijk en figuurlijk. Maar je werd toch als een bekende figuur ontvangen, want iedereen had het op RTV Rijnmond of op SBS of RTV, ik weet niet wel wat dat uitgezonden. Iedereen had het wel gezien of gelezen. Dus wat dat betreft was mijn roem wel voorbij gestreven. 16 dagen zat hij vast in de gevangenis in Dordrecht, omdat hij de gemeente bestookt met brieven. De behandeling hiervan kost de gemeente zo'n €500.000 per jaar. De rechter bepaalde in september dat hij een dag per teveel verstuurde brief achter de tralies zou gaan. En de gemeente denkt erover opnieuw naar dit middel te grijpen als Karasain nu weer aan het schrijven slaat. Het is gewoon een kwestie van ik druk op het klokje en de gemeente doet iets. En de gemeente drukt op het klokje en ik doe iets. En zo gaan we over en weer zijn maar een zet zetten. U bent bereid om opnieuw de cel hiervoor in te gaan? Ja hoor, net zo makkelijk, geen probleem. Uiteindelijk, om een overwinning te komen, kan het nooit zonder pijn of strijd zijn. Heeft u binnen nog wat kunnen schrijven? Nou nee, heb ik geen behoefte aan gehad, want je bent natuurlijk beperkt. Maar die tijd haal ik wel in hoor, dat is geen probleem. Dat houdt er nog niet op dus. Koningin Maxima bracht vanochtend een bezoek aan Rotterdam's Got Talent. Een project om te voorkomen dat jongeren zonder diploma van school gaan. Jongeren helpen andere jongeren bij school, werk en in hun thuissituatie. De komst van Maxima was voor de jongeren en hun coaches een complete verrassing. Ik was echt verbaasd. Ja, het was wel een verrassing voor mij eerlijk gezegd, want dat had ik niet verwacht. Ja, het was wel een verrassing, was echt leuk. We zaten daar in een kamertje naast en opeens kreeg ik te horen dat de koningin ook kwam. Zij is heel vriendelijk, heel aardig. Dus toen keek ik uit het raam, toen zag ik politie staan en zo, dus het was wel spannend. Koningin Maxima komt speciaal voor de jongeren. Na de officiële ontvangst gaat ze in gesprek met de coaches en deelnemers van het project
Rotterdam's Got Talent. En toen heb ik haar verteld van hoe het zit. Ik heb moeite met plannen, zei ik ook. En 2 jaar geleden ben ik hier gekomen. En ik heb een coach gekregen. Daar kom ik 1 keer in de week mee bijeen. In de centrale BP Rotterdam. En hij helpt mij met bepaalde vakken waar ik niet zo goed in ben. Dus dat is wel handig. Optuna wordt dus geholpen met het plannen. Een ander weer met het vinden van een stageplek of het bijspijkeren van de taal. Maar ik had bijvoorbeeld mijn zus om op terug te vallen. Het succes van het project is juist ook dat jongeren die de boel op de rails hebben, jongeren helpen die dat nog niet hebben. Maar heel veel mensen hebben dat niet. Ik vind de mensen die de beste jongeren kunnen coachen, dat zijn de jongeren zelf. Die weten uit welke situatie jongeren komen. Die weten ook welke taal de jongeren spreken. Het bezoek van Maxima is een mooie stimulans voor het project zelf. En waardoor we misschien samen in de toekomst ook het project beter kunnen uitrollen in de stad. En nog meer jongeren kunnen bereiken. Maar de koningin heeft vooral de jongeren een hart onder de riem gestoken. Is de koningin trots op je? Toen ik hier zat, lachten ze naar me, dus ik denk van wel. Ze was wel erg geïnteresseerd in je. Vond ik wel leuk. Dus als vrijwilliger doe je iets natuurlijk omdat je graag mensen wil helpen. Op het moment dat de koningin langskomt en zij bevestigt ook dat wij het werk goed doen, ja, dat is alleen maar goed. En ik heb meer gestimuleerd en geïnspireerd dan haar om zeg maar, verder te gaan. Morgenavond speelt Feyenoord de uitwedstrijd bij Heracles Almelo. En Sinclair Bisschop op de redactie. Jij hebt in de aanloop naar dat duel goed nieuws. Ja, want verdediger Sven van Beek heeft zijn contract zojuist bij Feyenoord met 2 jaar verlengd. Hij stond tot de zomer van 2016 onder contract, nu tot 2018. Ja, verder heeft trainer Fred Rutte in de aanloop naar dat duel in Almelo niet al te veel problemen. Ja, Boularus is ziek, maar Jean-Paul Boetius, vorige week nog gewisseld tegen Cambuur, zal morgen gewoon spelen. Hij loopt al een tijdje mee en hij kent ook wel een beetje de wetten van voetbal. En afgelopen wedstrijd was niet wat ik van hem had verwacht. En waarschijnlijk is dat misschien wel, ik weet het niet zeker, maar het zou zomaar kunnen met creatieve spelers. De derde wedstrijd in de week en dan loopt het even wat stroef. Nou, en dan kijk je naar, naar wat er bij ons op het trainingsveld gebeurt. En daar zie ik bijvoorbeeld een Asjaba, die heel goed traint. Ja, dan moet je ook niet schromen om dan die speler erin te gooien. Houdt Boetius wel het krediet wat jou betreft? Ja, of ga je Asjaba of Bilal bijvoorbeeld morgen de kans geven in de basis? Nee. Jean-Paul staat gewoon morgen. Dat is voor mij helder. Nou, dat is helder. En dan FC Dordrecht. Die ploeg moet eigenlijk dit weekend bij FC Utrecht winnen om eindelijk eens van die laatste plaats af te komen. Ja, want het verschil met de nummer 17, NAC, is 3 punten. Maar goed, NAC hangt mogelijk een fikse schorsing boven het hoofd. Hè, naar aanleiding van het opstellen van een niet speelgerechtigde speler. Ja, dan zou NAC punten in aftrek krijgen. En dat zou natuurlijk wel goed nieuws zijn voor Dordrecht. In het verleden zijn er tal van voorbeelden van clubs die gestraft zijn na het opstellen van een niet speelgerechtigde speler. Zo kreeg Barendrecht in de topklasse 10 punten in mindering. Werd Legia Warschau dit jaar ten koste van Celtic uit de Champions League gezet. En PSV werd een keer uit het KNVB-bekertoernooi gehaald na het opstellen van de geschorste Da Costa. En dus is de kans groot dat ook NAC een forse straf krijgt. Ja, daar moet je niet van uitgaan. Je moet het eigenlijk proberen op eigen kracht. Maar het is altijd meegenomen. Hè? Als het waar is wat... eventueel puntaftrek, ja, dat is al helemaal prettig voor ons. Ik weet ook niet wat er precies is gebeurd, wat voor straf erop staat en wat de maatregelen zullen zijn. Maar ik denk dat de KNVB een maatregel zal treffen en wat het ook wordt, we zullen ons erbij neer moeten leggen. Ze zullen zich ongetwijfeld zullen zich daarover buigen. En ik weet niet wat van tevoren wat afgesproken is, hè? Wat voor straf daarvoor geldt. Dus ja, dat moet je afwachten. Eindig ik met het ABN AMRO Wereldtennistoernooi. Vandaag de kwartfinale. De nummer 1, Andy Murray, werd toch verrassend uitgeschakeld door de Fransman Gilles Simon. Straks veel meer tennis in Tennis Plaza. Ja, daar gaan we het ook over voetbal hebben, al hebben we deze week geen FC Rijnmond. Oké, dankjewel Sinclair Bisschop. Carnaval verovert de regio. Morgen rijden in steeds meer plaatsen praalwagens in optocht door de straten. Er wordt gefeest en gehost, waarbij de romantiek overheerst, want allemaal staan ze in het teken van Valentijn. In Gorinchem pakken ze de optocht al jaren groots aan. Kijk, hier wordt gewerkt. In de carnavalsloods aan de Spijkse Dijk in Gorinchem. Nou, u ziet dus een heleboel figuren die enorm veel plezier hebben. We zijn een groep van 12 en het is vrijwilligerswerk, zeg ik altijd. Dus als ze tijd hebben, dan komen ze. En de Blieke Stad presenteert een nieuwe carnavalsprins. Helemaal een pak aan laten meten dit jaar.
En normaal is het altijd een cape en een steek en ik heb echt een vol pak. Plezier maken in de ruimste zin van het woord. Alleen ons aanzicht is dus al die grote kop die daar voorop staat. Die zit er al jaren op. De populariteit van carnaval in de regio zit in de lift. Na 20 jaar is er ook in Schiedam weer een carnavalsoptocht. Deze wagen is gehuurd uit het noorden van Limburg voor aanstaande zaterdag. Om vervolgens de trailer vast te trekken en zo richting Schiedam te gaan rijden. Daarna gaan wij zelf naar Brabant. Terug naar Gorinchem. Hier ligt alles inmiddels op stoom. Waar is dat voor? Dat is de rookmachine, die wordt nou getest. De piramide en de kop moet in de rook verdwijnen. Allah, Allah, Allah. Nou, dat komt helemaal goed daar. En dan nog wel op het plein voor Centraal Station is vanmiddag een kussengevecht gehouden voor de liefde. De dag voor Valentijnsdag is natuurlijk een perfecte dag voor deze zogenaamde Pillow Fight for Love in Rotterdam. Er werd gevochten voor alles wat belangrijk is in de liefde. Voor acceptatie van homo's en transgenders en voor een einde aan seksueel geweld. Pornoproducenten Kim Holland en raadslid Peggy Wijntuin die vochten ook mee. Het kussengevecht werd georganiseerd door One World Love, een journalistiek platform over liefde, lust en lef. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op onze website rijnmond.nl. Nog een mooie dag verder.